Goedemorgen, wij zijn hier bij de familie Chardon voor een locatiekeuring. We hebben vandaag een 21-tal paarden. Nummer 5 is afwezig. Ik sta hier met Wil Thijssen en we beginnen met rubriek 5. Premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname, stamboek en eventueel sterverklaring. Rubriek nummer 5. 4 years and older volboekmerries for entering studboek. En horse nummer 1, Ursula O. De vader is Alke en de vader van de moeder is Heinze. De fokker is Osinga uit Itzkenhuizen. En de eigenaar is S. Faber uit Hemrik. En de hoogtemaat is 1,61 meter. Nummer 1 is 161. Resultaat van paard nummer 1. Even met dat mijn boekje niet openwaart. voldoende rastype. Is ietsje horizontaal in de hals. In de bouw zien we graag ietsje meer betere bovenlijn. De rug is iets week, maar het paard heeft wel een hele jeugdige uitstraling. Is 6 jaar. Beenwerk is van goede kwaliteit. Een goede stand van het achterbeen en droog. En ook voorbeen is correct. Stapt met veel ruimte, voor en achter met voldoende aangesloten en ruim voldoende takt. In de draf zouden we graag zien dat hij zijn rug wat meer los zou laten, maar heeft wel een heel krachtig gebruik van het achterbeen. Wordt sterren met een tweede premie.
Horse number one is taken in the stud book with a second premium. De uitslag van paard nummer 2, een paard met ruim voldoende rastype, wel een lange hals, zou iets in de lichter in de hoofd-halsverbinding kunnen zijn, maar wel een mooie Friese uitdrukking. De bouw, dat is ons grootste probleem eigenlijk, heeft neerwaarts gebouwd en de rug is voor een 4-jarig paard te week. De voorbenen zijn de hoeven links voor en links en links rechts voor, ietsje ongelijk. De stap is wel takmatig, maar is eigenlijk zou die meer moeten aansluiten. Dus de achterbeen zou wat sneller weg mogen gaan. In de draf laat hij wel kracht zien, maar zou die ook wat meer ruggebruik mogen laten zien. Wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse number 2 is taken in the studbook without premium.
de uitslag van paard nummer 20. Het derde paard van de 4 jaar en oudere opname. Paard met voldoende rastype, lange hals. Zou net ietsje meer luxe uitstraling kunnen hebben. Bovenlijn is lang gelijnd paard, opwaarts gebouwd. Het kruis zou ietsje langer mogen zijn en ietsje rechter. Beenwerk is voldoende droog en ook van correcte stand. In de stap zouden we graag meer buiging in het achterbeen willen zien. Iets meer aansluiting en activiteit. En in draf misten we eigenlijk de coördinatie. En zou die ook meer ruimte, meer kracht mogen laten zien. En het resultaat, alles tezamen, is opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 20 is een nice neck en also good head. In de upper line is long lined en upwards built. The quality feet and legs is good. But the problems at this moment are the movements. We would like to see more activity in the hind leg, in the walk. And in the trot, we would like to see more coordination. And that's why the horse is taken in the studbook without premium. Gaan we naar de volgende categorie.
uitslag van paard nummer 3. Een paard met een lange hals en een voldoende uitdrukking in het hoofd. In de bouw zien we graag de rug sterker en ook de overgang naar de lenden en naar kruis zou wat mooier kunnen aansluiten. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit, is droog beenwerk, stand is bijna correct achter. De stap is kort, zou meer ruimte en takt moeten laten zien. In de draf heeft hij een krachtig manier van draven, alleen ja, de rust zat er vandaag nog niet helemaal in. Wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 3, teken in de studboek with a third premium. Gaan we naar paard nummer 4, Fijkje Femke van stal Gia. De vader Johannes.
de uitslag van paard nummer 4. Een paard wat wat meer uitdrukking in het hoofd zou mogen hebben. Wel een lange hals heeft, maar ook ietsje lichter hoofd-halsuitsnijding zou mogen hebben. In de bovenlijn, in de rug is hij wel sterk. De overgang lendenen zou ietsje mooier mogen zijn en het kruis ietsje langer. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, voldoende droog. En ook de stand is wel correct. De stap zien we graag iets meer activiteit. Het is wel taktmatig. Maar we zouden het achterbeen graag wat meer zien aansluiten. In de draf heeft hij wel een mooie functionele draf. Heeft hij ook coördinatie. Maar alles tezamen wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 4 is taken in the studbook with a third premium. Nummer 5 is not there. 5 is afwezig. Nummer 6, Freya M. Vader Jasper, de vader van de moeder.
De uitslag van paard nummer 6. Een paard met veel rasuitstraling, Friese opdruk, veel behang. De bovenlijn is ietsje neerwaarts, maar wel een mooi lang kruis en de goede bovenlijn. Het beenwerk is correct van droogheid en ook van stand. Alleen in het voorbeen is hij wat nauw. De stap is hij voldoende takt. Er zou nog wat ietsje meer kracht mogen laten zien, maar hij heeft ruim voldoende takt. In de draf heeft hij zich goed over de benen. Zou nog wat meer ruggebruik, ietsje meer oprichting in het front mogen laten zien. Maar alles samen goed voor opnamestandboek. Sterren met een tweede premie. Horse nummer 6. Horse with a lot of expression, Friesian expression in de front. De upper line is good and the long croup. De stand of the legs is good quality. En in walk en in trot, enough space en suppleness. So all together, taken in a stud book with a second premium. Paard nummer 7 heeft wel een lange hals en ook wel
zou ietsje meer uitdrukking in het hoofd mogen hebben, maar ietsje onderhals. Het is ook iets op de voorhand gebouwd, ietsje neerwaarts. Heeft een iets rijpe uitstraling. Het kruis zou wat langer mogen. En in de goed opvallend droogbeenwerk en ook van een correcte stand. In de stap zouden we graag wat meer activiteit en coördinatie willen zien voor achter. En in draf zouden we graag zien dat hij achter wat meer onderbrengt. Het is wel takmatig, maar zou meer, het is een iets duwende beweging. Alles tezamen goed voor opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 7 is teken in een studboek met een third premium. Gaan we naar het laatste paard van deze rubriek. Paard nummer 8, Freya van Foens. De vader is IJzer, de vader van de moeder is Rijtse. De uitslag van paard nummer 8. Een paard wat wel een lange hals heeft en een voldoende uitdrukking. Zou ietsje meer lichtere hoofd-halsverbinding kunnen hebben.
In de bouw missen we de bovenlijn. De rug zou sterker moeten en ook de overgang lenden en kruis zouden we mooier willen zien. In het beenwerk is wel droog, maar in de afwikkeling van het voorbeen is linksvoor wat afwijkend. In de stap is wel takmatig, maar sluit onvoldoende aan om meer activiteit te laten zien, in het achterbeen met name. En in het draf komt wel wat ruimte, maar we zien graag dat het achterbeen nog wat verder onder de massa komt en voor wat meer omhoog komt. Alles tezamen wordt paard opgenomen zonder premie. Horse nummer 8 is taken in the studbook without premium. Paard nummer 9, een 10-jarige merrie met veel rasuitstraling, mooi hoofd, lange hals en veel behang. Echte Friese uitdrukking. In de bovenlijn zouden we graag iets minder neerwaarts zien en het kruis iets minder afhellend. Beenwerk is goed, zeker voor een 10-jarige merrie met droog beenwerk, goede stand en correct gesteld. Stap met heel veel ruimte. En met voldoende takt, ruim voldoende takt in de draf, zouden we graag ietsje meer draging zien en iets meer ruggebruik. Maar alles tezamen goed om ster te worden met een tweede premie. Horse nummer 9 is getting a second premie and star.
Een paard die 12 jaar oud is en dit jaar ook een veulen gehad heeft. Een zogende merrie. Ja, hij is nu niet meer gezoogd, maar in ieder geval heeft hij een mooie fokmerrie. Veel rasuitstraling, goede hals, mooie opzet. Ook in de bovenlijn is hij sterk. Goede verhoudingen en met name ook een mooi lang kruis. En niet afhellend, zelfs ietsje recht kruis, dat is mooi. Beenwerk zou ietsje minder week gekoot moeten zijn. En is ook iets gehoekt. Stapt met heel veel ruimte en heel veel takt. In de draf, met name de tweede ronde, heeft ons er toch een beetje doorgetrokken. Dat hij toch een mooie houding maakt en ook voldoende onderbrengt. Hij krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor de volgende keuring straks. Nummer 10 is getting a first premie. De uitslag van paard nummer 21. Een paard met wel een mooie opzet. Goede halsvorm. In de bovenlijn vinden we met name het kruis wat storend. Het is erg afhellend. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Goede hoeven. Ietsje gehoekt, maar verder correct. De stap is wel ruim. Zou nog ietsje meer buiging mogen laten zien. En in de draf zien we veel ruimte. Zou het voorbeen nog iets verder weg mogen, zeg maar wel een mooie krachtige draf. Krijgt geen uitnodiging, mooie stermerrie. Nummer 2.
uitslag van paard nummer 11. Een paard wat ook dit jaar een veulen gehad heeft. Paard met een mooie lichte hoofd-halsverbinding, mooie opzet. De bovenlijn is voldoende sterk, iets afhellend kruis. Beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. In de stap en de draf is die net de stap en draf, maar we zouden graag meer kracht, meer oprichting en meer zittende en onderbrengende achterhand willen zien. Mooie ster, Mary, wordt niet uitgenodigd voor de volgende bezichtiging. Een mooie kroon, Mary, bedoel ik. Dan gaan we naar paard nummer 12, Lin FT. Paard nummer 12, een paard wat voldoende rasuitstraling heeft, ietsje meer betere hoofd-halsverbinding zou kunnen hebben, is ietsje zwaar, maar wel voldoende lengte in de hals. De bovenlijn is lang gelijnd, voldoende,
valt iets weg achter het schoft, maar verder goed lang gelijnd en goede verhoudingen. De beenwerk is goed droog, dat is ruim voldoende kwaliteit. In de stap zien we veel ruimte en ook ruim voldoende activiteit. En ook in de draf hebben we een mooie oprichting gezien en komt ook mooi terug. Goed schakelend vermogen. Wordt uitgenodigd, krijgt een eerste premie. Uitgenodigd voor de volgende inspectie. Nummer 12. Invited for next inspection, first premium. First premium. Pjaikje van...
De uitslag van paard nummer 13. Paard met een mooi rastype. Zou we ook weer iets lichter hoofd-halsverbinding kunnen hebben. Maar heeft wel een mooie Friese uitdrukking in het hoofd en een goede opzet. In de bovenlijn is hij ietsje neerwaarts. En zou die ja, wat rijker in de bovenlijn mogen zijn. Het beenwerk is voldoende droog. In de stap heeft hij activiteit en ook voldoende ruimte. En in de draf heeft hij een heel mooi zweefmoment en ook goede souplesse. En krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor de volgende inspectie. Paard nummer 14, Sali van de Groninga Mieden. De uitslag van paard nummer 14. Het paard met een mooie opzet. Zou ietsje horizontaal, zou iets verticalere hals mogen hebben. Mist een beetje de lange lijnen. Verder is hij mooi in de bovenlijn, goed hecht. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap missen we de ruimte. En ook het actieve achterbeen. In de draf heeft hij wel een mooie front. En zet hij zijn achterbeen ook wel goed onder. Maar alles tezamen niet goed genoeg om uitgenodigd te worden voor een volgende inspectie. Dank jullie wel voor de 4 mooie kroonmerries die wij gezien hebben. Dan gaan we naar...
De uitslag van paard nummer, wat was het, 15. Een paard met veel behang en een mooi hoofd. Ietsje zware aanzet van de hals. De bovenlijn is goed. Met goede rug en ook met name een heel mooie overgang kruis. Lendenen is heel sterk. De beenwerk is van voldoende kwaliteit qua droogte. Zou iets bredere hoeven mogen hebben en achter ietsje stijl in stand. In de stap heeft hij wel voldoende ruimte. Zou nog net iets meer activiteit in het achterbeen mogen laten zien. In de draf heeft hij een heel mooi voorbeen, een goede oprichting en ook een mooie takt en ruggebruik. En alles tezamen wordt hij ster. Horse nummer 15 is Getting Star.
De uitslag van paard nummer 16. Paard met heel veel behang, veel rasuitstraling. In de bovenlijn, hij is wat neerwaarts en zouden ook het kruis wat mooier willen zien. Wat langer en iets minder hellend. Beenwerk, hij is wat recht achterbeen. Voor zou hij iets correcter mogen zijn. In de stap missen we eigenlijk de lengte en de ruimte en het ruggebruik. Zou meer moeten aansluiten in het voor- en het achterbeen. In de draf maakt hij zich wel mooi en groot. Maar vanwege de bouwbeenwerkstap wordt hij geen ster. Nummer 16 is not getting star. Dan gaan we naar de volgende paard, nummer 17.
De uitslag van paard nummer 17. Paard wat iets meer nek zou mogen hebben, maar wel een mooi hoofd heeft. In de bovenlijn is hij wel ietsje neerwaarts, maar hij heeft wel een goede rug. Het kruis zou net iets langer mogen zijn, maar het is wel hecht in de verbindingen. Heeft ruim voldoende hoeven, ietsje gehoekt in het achterbeen. En het paard stapt met heel veel ruimte. En ook ruim voldoende souplesse, gaat goed over de rug. En in de draf heeft hij een heel mooi voorbeen. Zou misschien nog ietsje meer mogen, krachtiger mogen onderzetten. Maar toch een goede draf met zweefmomenten en ook ruggebruik. En vanwege al deze punten tezamen wordt hij ster vandaag. Gefeliciteerd. Dan gaan we naar paard nummer 18. De uitslag van paard nummer 18. Het is een paard met veel opzet. Zou ietsje meer nek mogen hebben. Iets lichtere hoofd-halsverbinding. Is lang gelijnd. De bovenlijn is wel goed. Het kruis zou misschien wat minder afhellend kunnen zijn. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Voldoende correct. De stap heeft hij voldoende takt.
Zou misschien nog iets meer activiteit in het achterbeen mogen laten zien, maar hij heeft wel ruimte. In de draf heeft hij mooi voorbeen. Kan ook wel verruimen. Blijft wel iets op de voorhand lopen, maar alles tezamen goed genoeg om ster te worden. Paard nummer 19, Apart van Vuuns.
uitslag van paard nummer 21. Nummer 19, sorry. Wel een lang gelijnd paard, maar het zou in de fronten iets mooier nog kunnen zijn. Met name een wat verticalere halsopzet. Over de rug mist hij bespiering en met name de richting van het kruis. De afhellendheid stoort ons. In de stap, in het beenwerk is ietsje gehoekt en is voldoende droog. De stap mist die buiging, sluit voor-achter niet voldoende aan en in de draf... Ja, heeft hij eigenlijk ook weinig laten zien. Hij geeft zich niet echt. En zou wat ons betreft meer moeten onderbrengen. En wordt vandaag geen ster. Nummer 19 is not getting star. Dan gaan wij zo meteen.
Ja, we moesten er even over praten, maar dat is ook logisch, hè? Bij zo'n mooie predicaat als dit paard misschien zou kunnen behalen. Ja, wij vinden het toch een hele mooie merrie. Veel rastype en ook goed gebouwd. Mooi in verhouding alles, voorhand, middenhand, achterhand. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit en het stapt heel goed met heel veel takt en ook veel ruggebruik. De draf zouden we nog wat actiever willen zien. Maar alles tezamen wordt hij vandaag kroon. Gefeliciteerd. Paard nummer 12. Ja, we hebben een eerste premie gegeven, omdat we ook bij de kroonmerries natuurlijk belangrijk is dat er wat onderscheid is en de betere. En ook omdat dit allemaal paarden zijn die een veulen hebben gehad. Maar voor het hoogste predicaatmodel moet ras en bouw en beenwerk minimaal voldoende zijn om dat te doen. Dan is de beweging een tweede punt. En wij vinden dat dit geen modelmerrie is qua ras en bouw. En ook geen compenserende cijfers voor de IBOP. Als ze 83,5 hebben, dan kunnen we dat nog meenemen. Dat kan bij dit paard niet. Maar een mooie eerste premie, Cro-Merrie. Dankjewel voor de presentatie. Nummer 12 is Not Getting Model.
dan de uitslag van paard nummer 13. Een paard wat in ras en bouw wat, wat rijkere uitslaring zou moeten hebben voor het hoogste predicaat. Wel mooie bewegingen heeft en ook zich in de eerste bezichtiging ook heel goed liet zien. En daarom hebben we ook een eerste premie gegeven, maar voor de totaliteit kan dit paard geen model worden. Mooie eerste premie, Cromerie. En daarmee komen we aan het eind van deze locatiekeuring, wat geloof ik ook de laatste locatiekeuring is. Er komt nog een stamboekkeuring aan. En we kunnen afsluiten met de alle voorbenkstallen te bedanken voor de prettige samenwerking. Vandaag was het weer ook nog goed uit te houden, dus daar zijn we blij om. Iedereen veilig en gezond huiswaarts en tot ziens.